Nou, ik heb een passie voor de sport. En ik zie gewoon heel veel wedstrijden die georganiseerd worden. Die missen net een bepaalde aantal elementjes. En ik wil er gewoon graag iets moois neerzetten. Wat echt de deelnemers in het zonnetje zet. En daar heb ik mijn best voor gedaan vandaag. Kom op! Kom op! Help maar aan de tijd! Kom op, jongen, ik ken het! Nog! Ja! Doe je handen nog even. Ga erop. Het is een zware sport, ook lichamelijk en mentaal. Om elke week maar klaar te staan om een wedstrijd te doen, dat lukt niet. Ik zelf moet volgende week naar Finland toe voor een wedstrijd. Dus en als ontspreker te zijn is ook wel superleuk, een hele eer ook, om bij deze wedstrijd te doen. De voorbereiding was veel meer werk dan ik van tevoren had gepland. Want er komen heel veel dingen kijken, van het toiletgebouw tot aan het eten. Maar uiteindelijk is het mooi samengekomen. We hebben allemaal mooi opgezet. We hebben een partij goede sponsors hebben we binnen. Ook Mr. Filet, onze hoofdsponsor, die staat ook lekker om broodjes full chicken te maken. En het loopt hartstikke vlot. Dus we hebben een mooi terrein, we hebben mooie deelnemers, mooi publiek. Dus ja, kan niet beter, mooi weer nog. Ja, super toch? Ja. Ik heb een heel mooi deelnemersveld met echte sterke jongens. Ook een aantal NK-finalisten die 25 september op het NK staan. Waaronder ik zelf ook, maar het is een strak deelnemersveld met sterke jongens ertussen. Nou, we hebben nu twee onderdelen gehad. De eerste was dus de Axel Clean and Press, 125 kilo. Ja, ik ben nooit zo sterk in mijn schouders, dus helaas ging die niet zo heel lekker. Ik had nul reps, maar er waren nog drie, vier andere jongens die hadden ook nul reps. Dus ik heb niet heel veel punten verlies daarin. En het tweede onderdeel was dus de Yoke van 385 kilo en Farmers, 150 kilo. Is op zich wel een goed onderdeel voor mij. Dus ik heb hem ook helemaal uitgelopen, helaas nog wel een paar keer laten vallen. Maar ik hoop dat ik echt op dit onderdeel punten kan pakken. Ik heb ook meegedaan aan de sterkste man van Nederland een paar weken geleden. Ben ik 9e geëindigd. Ja, dat is wel een heel ander niveau dan dit. Het was zo gaaf om mee te maken. Dus. Ik, maar ook alle mensen die hier staan, dat weten de meeste mensen van de strongman sport niet. Maar er komt zoveel bij kijken. Mensen zijn bezig met afwegen van voeding, serieus sporten, bezig met slaap. Je hele leven staat eigenlijk afgestemd om een goede prestatie te leveren. Het is echt topsport en het zijn echt serieuze gewichten ook hier vandaag. En dat maakt het gewoon echt, hier moet echt iedereen voor werken. Dit zijn geen gewichten die een gemiddeld iemand uit de sportschool weg kan leggen. Dus, Over 5 weken ga ik meedoen aan de sterkste man van Nederland tot 105 kilo. Dus ik moet nog even 5 kilo afvallen. En mijn doel is om de sterkste man van Nederland te worden, min 105 kilo. Heel veel trainen. Goed eten is heel belangrijk. En je rust pakken vooral. Slaap is ook heel belangrijk. Dus dat zijn wel echt de drie essentiële eisen die je moet doen om sterkste man van Nederland te worden. Ja, het is gewoon een machtig mooie sport. En, ik geniet er echt van. Ik ga met zoveel plezier naar trainingen toe. En ik geniet ook echt van de wedstrijden. En het is ook best wel een hecht clubje. Sterkste man. Iedereen kent elkaar. Dus het is ook gewoon super gezellig hier in de tent. Met z'n allen. Er is helemaal geen concurrentie. Maar er is gewoon een vriendelijke strijd tegen elkaar. We gunnen elkaar het beste. Maar je gunt jezelf net iets meer. En dan schieten we al op met het onderdeel.